Wat vindt Johan eigenlijk van die uitgesproken spelerswens om advocaat mee te nemen naar Amerika? Ik heb er dus niks te vertellen. Dus... Oh, heb jij niks te vertellen? Voorlopig helemaal niks. Oh. Dat is punt 1. En punt 2, dat als ik er ooit wat te vertellen heb, dan hoef ik de speler niets te vertellen. Maar nog helemaal niet. En dat wil zeggen dat we dat met elkaar de kaarten dus heel duidelijk leggen. Wat hun opinie is, dat interesseert me helemaal niks. Nou, dat vind ik nog wel streng. Nee, is niet streng. Nee, zo is als dat? Als ik... En dat is heel eenvoudig. Hun kunnen goed voetballen. Ja. En ik heb mijn werk. En je moet die twee dingen niet door elkaar halen. Ik ben het allemaal geweest dat er gaat in het voetbal, zoals je gezegd hebt. Je hebt alles meegemaakt, je hebt alles gezien. We zijn aan de repetities bezig. Dus dat wil zeggen dat conditioneren door wie dan ook, dat bestaat niet. En er is op dat moment dat je daarbij zou zijn, is er maar één wet, dat is de mijne. God, dat klinkt allemaal nog hard, Johan. Is helemaal niet hard. Jezus, ik vind het nogal stevig, hoor. Nee, is niet hard. Nee? Nee. Zo is het. Dat zijn de Cruijffwetten en geen gelul. Ja, voor de rest bestaat het niet. En als mensen het niet vinden, dan moeten ze... Dan moeten ze niet meegaan. Ja. En als anderen vinden dat het andersom moet, dan moet ik niet meegaan. Dat is heel makkelijk. Maar als ze nou blijven zeuren over advocaat... Die spelers, die zeggen advocaat moet mee. Dan nemen ze toch niet mee en dan nemen ze toch een ander mee. Dan hoef ik er niet mee. Ik zit er echt helemaal Johan. Mee. Nee. Is dat nou niet een beetje zo van... Nee. Dan ben je een beetje op je pikken getrapt en nee, dan zeg helemaal je van, niet. Helemaal nee? niet. En dan zeg je van, oh, maar dan speler doe ik, dan is in doe ieder geval, een speler is een speler. Dus we moeten een speler. Die moet spelen en voor de rest zijn mond houden. Op het moment dat ik op een gegeven moment in stelling gebracht word... Ja. om mijn werk te doen, laat ik het zo maar zeggen... Ja. dan neem ik de beslissing. En die beslissing, die deel ik dan wel mee. En wat die jongens verder vertellen, veel plezier ermee. Totaal onbelangrijk. Als ik zeg, ik wil er naartoe gaan omdat je dus op een gegeven moment wil winnen... dan steek ik mijn nek uit. En op het moment dat ik mijn nek uitsteek, gaat het volgens mijn regels. En ik steek niet mijn nek uit voor iemand anders' regels. En jij hebt de maling aan wat verder iedereen denkt? Ja. Dan heb jij volstrekt maling aan? Ja. Dat zal echt een gigantische worst zijn. Dat is, als professional heb ik daar volledig maling aan. Maar dan ook volledig. 100%, dus niet 99, hè? Dat je niet vergist. 100%. Maar uit de woorden die ik van jou net gehoord heb, heb ik toch beluisterd... Nee, dat heb je het al. Ik weet niet wat je wil zeggen, maar je hebt het fout. Ik dacht beluisterd te hebben dat advocaat, dat jij die niet mee zou nemen. Nee, dan heb je het fout. Dat heb ik fout. Dat heb ik maar dat zei je al. Niet over nagedacht. Daar heb je nog niet over nagedacht. Nog helemaal niet. En dus nogmaals, die interpretatie kan nogmaals, niet. Nogmaals, wie zegt nou dat ik ga? Ook dat is nog niet helemaal zeker. Voorlopig zegt Dick dat hij niet meegaat. Ik moet even bij zeggen. Dick zegt, ik ga niet ding, mee. Eén ding, dat wil ik wel op dit moment zeggen. Ja. Eén ding. Ik neem een petje af. Zoals dus advocaat voor dit moment. Elke keer de interviews, de vragen, de insinuaties en noem maar op, heb behandeld, geaccepteerd en toch zich netjes gedragen. Ik weet niet of ik dat zou kunnen opbrengen. Wat me teleurgesteld heeft, Johan, is jouw commentaar op Nederland-Engeland. Mijn commentaar op Nederland. Ja, jij vond het de wedstrijd voor niks en Nederland had slecht gespeeld. En weet ik veel allemaal. Terwijl Nederland helemaal op zijn kop stond, jongen. Iedereen vond het hartstikke leuk. Het resultaat was natuurlijk ook fantastisch. Maar als je de eerste helft met 3-0 achter staat, dan kun je toch niks zeggen. De eerste half uur. Heb je dat zo goed gedaan? Als Nederland in een groep met wie spitters, noem ze maar op. Ja, oké. Okay. Als die nou in die groep zitten en je kwalificeert die niet, dan is dat wel een levensgrote verschutting, of niet? Oké, maar jij weet toch wat jouw woorden doen in Nederland? Ja, nou, dat is de... Dat waarom is doe gewoon, je dat dan? Want gewoon, dan iedereen dat je gewoon op de plaats rust en voor de rest niks. En zorgen dat je daar komt. Dat doe je het weer, hoor. Ja, maar het is zo. Dat doe je het weer. Mijn mening is dan helemaal zo. Ja, maar had het dan niet leuk geweest als je het dikke een beetje gesteund had? Advocaat. Ik heb... En zegt Dick, geweldig, hartstikke leuk en zo. Ja, natuurlijk is het fantastisch dat hij dat doet. Maar dat heb je toch niet gezegd? Ja, maar Jezus, als ik... Dus dat zeg je nu? Ik geef helemaal geen interviews, niet voor de Nederlandse helft, niet na de Nederlandse helft. Alleen gezegd, jongens, doe nog rustig. Want als je die wedstrijd gaat, dan is die wedstrijd analyseren. Dan zeg je, is die vrij zwak. Ik vond het een goede wedstrijd. Nee. Nou, dat vind ik nog steeds. En laten we er niet de video erbij pakken en hem analyseren, want dan schrik je nog erger. Ja? Ja, natuurlijk. Als iedereen nou zegt dat het een fantastische wedstrijd is... en als ze het nog 5 keer gaan herhalen, denken die spelers dat ook. Die denken nog dat ze het goed gedaan hebben ook. Ja, dan ben je er mee bezig. Ze hebben het gewoon niet goed gedaan, maar ze hebben niet goed gespeeld.
Er zullen toch weer mensen denken, als ze dit gesprek hebben gezien, Johan. Dan zeg je, wat nou, is die eigenwijze? Ja, wat is die eigenwijze? Dat zal wel. Wat een eigenwijze eikel. Dat gaan ze zeggen natuurlijk. Ja, nee, goed, hebben ze pech. Je moet hem maar uit.